Ik heb onlangs dit ding voorbij zien komen. Kijk, hier zit een haakje aan. Hier kan je een emmer aan hangen. En die kan je in de openingen van de trap, als je een aluminium schuifladder hebt, steek je zo in dat gat. En dan steekt dit uit naast je ladder. En dan kan je een emmer eraan hangen. Ik heb hem nog niet gebruikt, dus toen heb ik gelijk even gekeken naar wat haken. Die haken zijn natuurlijk gewoon te koop. Er is hier eentje, die kan je zo heel snel haken. Dat is ook leuk. Dus dan zou je een ronde stok die daarin past, zou je zo'n haak aan kunnen maken en dan heb je dit ook. Lijkt me vrij eenvoudig om na te maken. Maar ik heb me toch maar laten verleiden om te kijken. Maar ik vroeg me dus af, past dat wel in mijn ladder? Dus ik heb twee ladders en er past er één wel en de ander niet. Dat is mijn ene ladder. En dat past prima. En dan steekt hij hier uit. En dat moet ook, want hier komt een emmer aan te hangen. En als ik dit nou zo doe. Kijk, dat gaat prima. En dan kan je een beetje doordrukken dat hij strak blijft zitten. En dan kan je hier spullen uitpakken. Op je ladder. Nou, lijkt me een prima idee. Maar als je een ronde stok maakt er doorheen. En je maakt daar een stop dat het er niet uitschiet. Er valt wat voor te verzinnen, ik weet niet. Maar dit is, blijkt mij eenvoudig na te maken. Maar daar past hier van geen kant heen. De gaatjes zijn veel te klein. Dus, als je dit ding koopt, moet je goed opletten hoe groot die gaten zijn. Het moeten flinke gaten zijn. Waar je haast twee vingers in kan stoppen. Dan gaat het. Beetje een overbodige luxe. Eén pakje. Het is een bandschuurmachine. En van Black & Decker. Nou ben ik niet zo voor Black & Decker. Maar het had al wel iets futuristisch. En hij is 720 watt. Dus aardig. Ligt daar aan wat voor motor erin zit en zo hoor, want daar heb ik me ook wel eens in vergist. Even kijken, hoe gaat die open zonder dat ik hem... Intuïtief krijg ik er een goed gevoel bij. En ik heb hem nog niet eens in mijn handen, zo wat. Maar het, ja, heeft een heel smal voorkantje. En dit handvat kan volgens mij ook omhoog. Even kijken, dat is los te klikken. Zie je? Dan kan je in je eigen stand krijgen. Kijk, daar is over nagedacht. En wat ik ook heel erg prettig vind, er zit hier een stofopvanger op. Ik denk dat het er zo weer af kan. Nou, dan moet ik natuurlijk wel even de handleiding voor lezen. Dat heb ik nog niet gedaan. Nou, ik heb wel gelijk schuurlinnen erbij gekocht. Was volgens mij ook niet goedkoop. Het is... Maar ik zal hier niet iedere dag mee schuren. Maar het heeft voor bijzondere omstandigheden wel, denk ik. Kijk, dat is... En dat kan je hier stellen. En één ding wat me geërgerd heeft aan de reclame erover, is dat hij vanuit de kant kan schuren. Nou, dat kan helemaal niet, dat weet ik al zo. Dus dat je hem zo in de hoek legt op een vloer en dan trek je... dingetje valt er al af. Trek je en dan is hij helemaal tot in die hoek geschuurd. Nou, dat kan niet, er zit altijd een rond kantje aan. Dus dat kan helemaal niet. Je zal een keer zo ook moeten.
En dat is, even kijken, hoe zit dit? Dan gaan we toch niet armoedig doen. Nou, dat zit, valt hij er nou af? Nee. Nou. Ja, Black & Decker is niet het duurste merk. De prijs viel me ook reuze mee. Oh, ik heb hier nog een verloopstukje. En volgens mij schuift het juist. Dat zag ik aan het verloopstukje, dat die schuift. En dat kan je er weer hier op doen. Van onderaf naar boven of van boven naar beneden. Het lijkt me van boven naar beneden. En dan kan je er een slang op doen, als je daar de voorkeur aan geeft. Nou, dan zit je weer met een los onderdeel, ook leuk. En ik heb geen systemen ervoor, dus dat gaat niet ergens in. En daar was de prijs ook al naar, maar ja, ik denk dat ik gewoon, ik ga eens een stukje schuren. Hier even doen. Zo. Ik ben al beducht van als ik hem erin doe dat hij met de knop aanstaat. Dat als die aanstaat, dan schiet hij natuurlijk ineens weg. Je weet het nooit, hè? Dan komt hij zo uit de doos. Ik heb ook een geluid-appje. Dan kan ik meten hoeveel geluid die maakt. Kijk, mijn appje voor het geluid. Er staat als die in het rood komt. Ik leg hem even op dat handleidingje. En ik doe even mijn oordopjes in. Want ik ben bang dat hij nou op herrie maakt. De goedkope machines maken vaak heel veel herrie. Ik meet 100 dB. Grensgeval. Hoop herrie voor zo'n machientje. Dat is niet de eerste zorg van zo'n ontwikkelaar blijkbaar. Hier staat gemiddelde 99,3. Nou, dat zit tegen de 100 aan dus. En het hoogste is 109. Ik geloof dat een straaljager 110 of 120 heeft. Maar dat is niet te vergelijken natuurlijk. Maar als het meer dan 120 wordt, wordt het voor je oren niet zo best. En het ligt daar natuurlijk wel hoe lang je hem gebruikt. Als je er uren mee staat te schuren, dan moet je wel oordopjes in doen. Maar als je even 5 minuten, dan krijg je oren er niks van hoor. Ja, het is een beetje instabiel. En het zou zomaar kunnen dat je kleine rondjes kan je ermee schuren. Ronde hoekjes. Ja. Nou, de stof zit daarin, dus ik had geen stofslang eraan zitten. Nou, vind ik wel eigenlijk wel leuk dit. Ja, nou, hoeveel punten krijgt hij van me? Dat ligt eraan of ik hem nodig heb en of hij dat... Kijk, want ik vind het een beetje instabiele machine. Hij staat ook een beetje te hobbelen. Ik weet niet wat het is. Is dat dat gewicht? Kijk. Ja, dus dat gevoel van die instabiliteit is niet alleen maar gevoel. Het is gewoon zo. Nou, je kan hem hier opklappen. Waar het voor nodig zou zijn, weet ik niet, maar misschien handig, ik weet het niet. Dan moet ik allemaal in de handleiding lezen. Maar
als je van plan bent om dit te kiezen, ja, voor een klusje. Maar wat is nou handig aan een bandschuurmachine, vind ik, dat je hem ondersteboven in de bankschroef kan klemmen en van boven de dingetjes mee kan schuren. En dan is zo'n stofafzuiger zonder slang en gedoe, is wel handig. Ik vind dit een plus. Ik vind dat die spits toeloop ook een plus. Niet een grote plus hoor. En dat het handvat instelbaar is, vind ik ook een plus. En het negatieve is dat hij instabiel is. Hij wiebelt. En ja, je moet hem onder controle houden. En een negatieve puntje is de 100 dB. Ja, 109 dB. Dus dat is flink wat. Krijgt hij van mij een 7. 6,5, 7. Een 7 omdat er van die leuke pluspuntjes aan zitten. Als je klaar bent met een klus bij iemand, vooral bij particulieren, dan heb je een hoop stof gemaakt en een hoop toestanden. En dan moet je alles nog opruimen en dan ben je moe. En dan heb je er niet zo erg veel trek in natuurlijk. Maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren. Je gereedschap weer op een goede plek en dat moet dan maar weer de auto in. En je gaat stofzuigen. Ik hoorde iemand wel eens zeggen, je verlaat de situatie net zo schoon als je hem aangetroffen hebt. Dus, en dat proberen we dan, dat is geen hobby van me. Dus ik zag van Makita een stofzuiger die je op je rug kon meedragen. Een soort rugzak, op accu. Dus had je ook geen snoer achter je aan hobbelen. Dat leek me wel wat. En toen ben ik gaan informeren bij die winkel waar ik het gezien had. In Maassluis. Smit in Maassluis. Een prachtige winkel. Het lijkt wel een soort baptist. Die heeft echt heel veel. Ligt er gewoon om te kijken en te voelen. En allerlei hamers tegen de muur. En ja, zoals ik graag een winkel zie. En daar had ik dat gezien op een grote paspop. Dus daar kwam ik later op terug en denk, ja, ik geloof toch dat ik dat wel wil. Ik ga eens informeren. Nou, dat bleek wel aardig duur te zijn. De stofzuiger was ook wel aan de prijs. En toen moest ik nog een lader en accu's erbij kopen. En toen was het helemaal een duur ding. Ik denk, nee, dat gaan we niet doen. Ik zeg, een klein stofzuigertje. Ik had op internet gezocht naar een klein stofzuigertje, ook in verband met mijn trap. Ik wou niet met zo'n grote professionele stofzuiger lopen sjouwen. Dus ik gezocht en kwam ik bij de Kruimeldief en heb ik een hele goede uitgezocht. En zodra ik gevoeld had wat hij deed, hij zuigde echt helemaal niet. Aan zo'n Kruimeldief heb je echt helemaal niks. Ik snap niet dat ze nog in de handel zijn, eigenlijk. Dus ik heb hem gelijk teruggestuurd. En toen kreeg ik een mailtje van bol.com. Van, wij hebben een andere, misschien wil je die wel hebben. Wat bleek nou? Dat was precies dezelfde die ik terugstuurde. Die wilden ze mij als aanbod voor om te ruilen. Ja, nou, nee joh, die heb ik al. Ik zeg, weet je dan een andere, want ik legde mijn situatie uit. Ik wil een handige stofzuiger, klein en licht en makkelijk mee te nemen. Komt hij met een voorbeeld van een lange steel eraan. Zo, je hebt van die stofzuiger met een hele lange steel die we op het eind. Nou, zie je mij daarmee de traptreden doen? Nee. Dus dat ging over en toen kwam ik op dit verhaal uit. En ik dacht, daar gaan we nog eens naar kijken. En in de winkel stond ook nog een stofzuigertje die ik hier heb. Je raadt het al, die heb ik gekocht. Een stofzuigertje. Nou, als je hem in je handen hebt, is die lekker licht. Klein dingetje. Slang eraan.
Een steel heb ik geloof ik niet. Dat weet ik niet meer. Maar die gebruik ik dus niet. Ik gebruik gewoon die slang en dit. En geen stofzuigzakken. Is die nou los? Ik heb een poosje gebruikt. Nou, en dan moet je hem af en toe legen. Nou, geen enkel punt. En volgens mij moest hij er weer zo op. Even kijken, zit ik nou goed? Ja, oké. Allemaal plastic, maar... En er zit een schouderband bij. Huppakee. Handen vrij. Vooral op de trap en zo. En bij klanten. Ik loop even rond. Ik heb daar toch een verlengsnoer liggen. Ik ben aan het werk geweest. Snoertje is niet zo'n probleem. Het zit allemaal in 1 vierkante meter. Nou. Geweldig. Hij was niet eens zo duur. Ja, was hij nou onder de 100 of zo? Dat weet ik niet meer. Maar hij was een stuk goedkoper zoals ik van plan was. Handy heet hij. Handy. Handy. En Ironside. Dat zal het merk wel zijn. Ironside. Nou, je kan hem ook laten blazen. Ik heb het nog niet helemaal geprobeerd. Maar hier zit een achteringang. Dan kan je hem ook laten blazen. Nou, knopje er bovenop. Lekker handig. Gaan we even naar het geluid luisteren. Dan pak ik mijn mobieltje weer. Kijken, waar is mijn... Ja. Ik zal hem even hier neerleggen. Kijken hoe die doet. Ik heb hem op de pauze gezet. En dan kan je het zien. Hij zit ver onder de rode. En dat is 70-80. Dat is... Nou, dat is een hard gesprek. Is alleszins acceptabel. Toch leuk zo'n appie. Dus ik ben blij met mijn stofzuiger. Ik geef hem een 8,5. En waarom geen 9? Ja, ik kreeg er geloof ik geen stang bij. En hier zit een soort haak. Daar zou je het snoer moeten. Het zou nog leuker zijn als die op een accu zou gaan. Ja, dan moet je dat ook weer erbij kopen. Dan wordt die alleen maar duurder van. En ik heb hem pas gebruikt bij mijn schuurmachine hier op de werkbank. Even dit in die opening gestopt, plakbandje eromheen. Ding aan. Ging zo. Hoef je helemaal geen grote afzuiginstallatie. Zo'n stofzuigertje kan je overal voor gebruiken. Lekker licht, niet duur, handzaam. Nou, wat wil je nog meer? Nou, ik geef hem toch een 9.